Alsjeblieft, welkom. Nou ja, ik hoef je eigenlijk niet meer te introduceren. Amber Bindels, het gezicht van Wij Staan Op. We hebben je de laatste tijd kennis met je kunnen maken. Ik weet niet waarom ik dit spannender vind dan een lift. Gewoon omdat het net anders is, of zo. Ja. Wat zei je? Je voelt er niks van. Je voelt er niks van, nee. Ja, als die een beetje... Zo, ja. Je voelt er niks van. Je moet hem bijna zoenen, die gekke dingen. Ja. En we hoorden net, ja, die loondispensatie, dat is echt het dingetje. Nou, was jij vanochtend, je was al bij een hoorzitting in de Tweede Kamer en zo, maar je was ook vanochtend bij de staatssecretaris. Ja, ook samen met Cederis en samen met nog 5 andere partijen. Dus we zaten daar met 7 partijen, met onder andere ook de CNV en de FNV, om te vertellen dat, en iedereen, om te vertellen dat wij loondispensatie met z'n allen geen goed idee vinden. Maar dat wij natuurlijk ook wel zien dat er heel veel mensen, waaronder ikzelf en wel nog heel veel anderen aan de kant staan en dat dat niet de bedoeling is. Maar dat loondispensatie niet de oplossing is van de problemen waar we het allemaal over eens zijn. Ja. Welk deel moet nog uitgelegd worden? Het hoeft niet zozeer uitgelegd te worden, maar, want onze punten zijn heel duidelijk en... De mensen hier in de zaal heb ik net gemerkt aan het betoog van Femke Halsema, die zijn het daar ook allemaal mee eens. Dat loondispensatie geen goed idee is. Alleen er is een soort van muur. En die muur die heet regeerakkoord. Ja. En het antwoord is ja, maar in het regeerakkoord staat loondispensatie. Ja. Dus dan... Dan toch dan nog maar weer een keer uitleggen waarom het geen goed idee is. En dan krijg je vaak van, ja, maar loondispensatie bestaat toch al in de Wajong. Mm-hmm. En dan zeggen, ja, maar mensen die in de Wajong zitten, zeker op dit moment, omdat de Wajong steeds kleiner wordt, zijn niet de mensen die u hoort met een bordje op het Malieveld. Dus u zult het toch echt met ons moeten doen. En wel naar mensen moeten luisteren. En daarom hebben wij... vanochtend weer een keer ons verhaal mogen vertellen. Ja. En dat verhaal, jullie hebben 12 stellingen ook ooit gepresenteerd, ja, met Wij Staan Op. Om, als ik goed begrijp, mensen meer bewust te maken van wat het betekent om een handicap te hebben. Maar ook om de positie van gehandicapten te verbeteren. En die hoorzitting in de Tweede Kamer, nou, dat was een flinke rij van dingen die allemaal misgaan. Hè? Ik som ze even op. Het leidt tot minder inkomen, meer afhankelijkheid, minder gelijkwaardigheid, minder kwaliteit van leven. En het is in strijd met het VN-verdrag. Nou, dan ben je zo klaar, zou je denken. Had ik mooi opgezond. Ja, dat had je heel goed opgezond. Had ik heel veel hulp. Hè? Ja, daar kan je niet omheen. Daar begin je dan mee. Maar hoe ziet dat er in jouw persoonlijk leven uit? Als die loondispensatie ingevoerd zou worden? Nou kan ik natuurlijk de... een grap maken die ik nu al een tijdje maak. Ja. Soms en, wordt het moeilijker als je hem al een paar keer gedaan hebt. Maar we houden hem spontaan. Dan kan ik zeggen, ja, ik, mijn probleem is dat ik in oktober ga trouwen. Ja, en dat is ineens een probleem. Ja, want ik hoorde van Jan Jaap dat het al een lopende grap was. Maar dan wordt mijn vriend mijn voorliggende voorziening. Ja, dat je was helemaal niet de bedoeling. Hij werkt nog steeds. Ja. Jan-Jaap had hem al vaker gehoord, maar zij niet. Nee. Dus dan zegt ze ja. Wat betekent dat? Of dat weten jullie misschien allemaal. Maar wat betekent dat als jouw vriendje voorliggende voorziening wordt? Nou, het probleem is dat mensen met een handicap vaak alleen worden bekeken vanuit het oogpunt van zorg. En niet vanuit het punt van wat zij verder nog kunnen en welke mogelijkheden wij hebben. En wat dat betekent is dat ze zeggen, ja, je hebt nu zorg, maar je bent dan getrouwd. En dan zeggen ze, nou daar kan je vriend, die kan je dan ook wel uit bed halen. Maar ja, mijn vriend die staat bijvoorbeeld altijd om 7 uur op. Omdat je moet hij heel, heel hard moet werken. En dat moet ik dan om 5 uur opstaan als hij om 7 uur nog weg wil. Nee. Dus, en het betekent ook in de zin van loondispensatie, zoals de plannen er nu uitzien, dat ik minder mag verdienen. Omdat ze zeggen, ja, nee, hij werkt al. Ja, hij verdient het geld en wat jij verder doet, maakt dan ineens niet meer zoveel uit. Het gaat dan iets met emancipatie ook. Gaat op alle vlakken mis. Ja. Dus dan... Nee, dat lijkt ons allebei niet zo'n heel goed idee. Nee. Maar
Ja, dus dat is mijn persoonlijke verhaal. Maar Wijstenop bestaat al een tijdje. Wijstenop zet zich in voor een toegankelijke samenleving in de breedste zin van het woord. En daarom zijn we ook heel blij, maar dat kunnen we niet alleen. Wanneer zijn jullie begonnen met Wijstenop? Met de ratificatie van het VN-verdrag. Ja. Wel een hele mooie Twitter-hashtag met je komt er niet in. En toen gingen mensen ons allerlei foto's sturen van dingen waar ze niet in konden. Ja, ja, dat herinneren we ons ook wel, ja. 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 Ander ding, wat toch ook best wel raar geregeld is nu. Hè? Nu is hier toch helemaal niemand die jou hier ziet zitten en denkt, nou ja, daar kan je ook niks mee, toch? Dat is duidelijk, ja, kansloos. Nee, ja. We denken allemaal, daar kan je natuurlijk heel veel mee. Toch doe jij vrijwilligerswerk. Ja. Waarom? Omdat je mij morgen niet meer aan moet spreken. Oké. Okay. En overmorgen ook niet. Nee. Maar ook, en de dag daarna ook niet. En dan kun je maandag misschien weer bellen. Maar dan kunnen we maandag weer bellen, toch? Ja. Ja. Maar waarom, dat is vrijwilligerswerk, is dat ook omdat je anders je uitkering kwijtraakt? Ja, omdat dat allemaal heel lastig is en heel strak in elkaar zit. En ik daar dan me heel erg verantwoordelijk voor voel. Ja. En ik natuurlijk ook heel vaak, of natuurlijk, ik kan bij deze zeggen dat ik heel vaak ziek ben. Ja. Maar dat ziet natuurlijk niemand. Dus dat is altijd een soort van discrepantie. Ik sta hier nu op het podium en het is hoger. En ik heb een beetje blosjes op mijn gezicht omdat ik het warm heb. Omdat hier lampen zijn en dan morgen zie ik heel wit. En dan denk ik, oh, ik moet iets drinken. En dan valt te drinken over mijn benen heen. En ja. Heb je er dan spijt van dat je vandaag toch weer ja had gezegd? Nee, zolang ik maar weet waar het door komt, vind ik het allemaal niet zo erg. Maar wat ik ook wil zeggen, hè, los van dat je het soms niet ziet, en ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is, want dan begrijpen mensen misschien niet. Maar je kan ook heel veel wel, want één dag of twee dagen, maar dan kies je er toch voor om vrijwilligerswerk te doen. Is dat ook door die regelgeving en door die institutionele omgeving? Dat is ook zo. Het is ook zo dat voordat ik, ik ben eigenlijk letterlijk in Wijstenop gerold. Ik heb zelf anderhalf jaar op bed gelegen, omdat ik niet de goede stoel kreeg om in te zitten. Ja. Omdat de leverancier van mijn rolstoel en mijn gemeente daar heel erg veel ruzie over hadden. Daardoor kon ik heel slecht zitten. Daardoor zakte mijn rug in. En daardoor, het is nog letterlijker rollen dan we dachten. Ja, en daardoor prikte me een rib in mijn maag. En toen kon ik alleen nog maar liggen. Ja. Want ik kon niet meer zitten. En lopen was al moeilijk. Dus. Dus je bent op alle manieren afhankelijk van die instituties en instanties. En dat maakt het heel lastig. Ja. Omdat ik wil van alles. Maar bijvoorbeeld ook als je tegen het UWV aan het UWV vertelt wat je mogelijkheden zijn. Ja. Dan zeggen ze, oké, dit zijn mogelijkheden. Daar hoeven we je dus niet bij te helpen. Zo werkt het. Ja, terwijl je dat wel wil. Ja. Daar moet de focus naartoe. Ja. Ik ga het iedereen vandaag maar vragen. Femke Halsma is ook weg nu. Maar ik kan me ook voor. Ik meende iets van optimisme bij haar te proeven. Maar zeker in zo'n zaal vergis je je al snel. We zijn het er toch allemaal over eens, dus het komt wel goed. Ben jij optimistisch over loondispensatie? Je hebt vanochtend de staatssecretaris gehad. Dat ze iets anders verzint. Dat ze een list verzint om aan de wereld uit te leggen. Nou, het stond op die muur geschreven, dat regeerakkoord. Maar we gaan toch even net wat anders doen. Ja, nou ja, loondispensatie gaat natuurlijk over een gelijkwaardige rol tussen werknemer en werkgever. Ik denk dat ze dat wel heel goed begrijpt. Wij zijn heel optimistisch dat we aan tafel mogen blijven zitten. Iedereen is het denk ik met me eens die ook aan tafel wil zitten of heeft gezeten, dat we allemaal 100.000 oplossingen weten voor het probleem. En dan moeten we alleen nog even uitleggen dat het probleem of dat de oplossing voor het probleem niet loondispensatie is. Ja, maar denk je, gaat lukken? Nou, wij kunnen dat heel goed uitleggen, dan moet ze ook nog luisteren. Oké, en dan ook nog maar hopen dat de volgende keer als je een andere stoel nodig hebt, dat het ook wat sneller gaat. Het is een ander probleem, maar... Ja. Oké. Dankjewel. Mag ik een hartelijk applaus voor Amber Bunde.